eerste kwartfinale hier te pakken, dames en heren. De jongenscategorie van 9 jaar. Inderdaad, natuurlijk komt voor de kwalificatie zometeen naar een halve. Gaan er 4 renners door. Van de Wiebeek Klein van Ewijk, Vries, Maring, Grof, Kooster, Bolzen en de Vries. Staan er ook Tigo de Val voor, terwijl de Bolzen, dat is op een mannetje. Heel erg rap aanwenderen hier. Mr. Brian van Ewijk is een renner. We hebben het vandaag gehoord natuurlijk ook dat er helemaal geen andere wedstrijden zijn in Nederland. Met veel deelname, ook van internationaal niveau. De Terminator Martin Scherpen vandaag ook hier aanwezig bij deze NFF-wedstrijd. Ik denk misschien wel een van de alleroudste leden der NFF die hier vandaag ook deelneemt aan de wedstrijd. Van Ewijk gaat kwalificeren met 84-86 goed mee, met 5-1-4 vooraan hier met de plaat nummer 133, Timmy Jansen, double G, Jamie Jansen voor de Weilanders en Tiel. Aan de leiding voor de kwalificatie hier, neemt hij mee 1-0, neemt hij hem voor Lutzwee. Lutzwee gaat meedoen en ook Kazineveen gaat meedoen. Kazineveen heeft eigen Rabbitwills, Quinten Bos on his way en ook Kootje Broek zit daarmee in die finale, zo'n halve finale moet ik zeggen. Kootje Broek is Ruben Boersma. De derde groep dan, jongens van 9 jaar, Max Schram, Dinter, Niemeyer, Henning, Kasman, Langerhoy, Nick Lenkers, Nick Olbrus, Dijsselbrug en Roger. Asbrug zijn vertrokken. Even kijken, hier met Nuland aan de leiding. Nuland is Maxje van Dinter, die zit dan goed, maar zo is het goed. Het is volgens mij de Rapid Wheels, die zit met Nick Olbrus, steun met goed op plaats nummer 3. Dan de strijd tussen de plaats 15, Nick Lenkers. Nick Lenkers zit dan nog goed, Nick Lenkers gaat inderdaad oprukken naar niet alleen de vierde plaats, maar zit er wel aan te kloppen. Voor plaats nummer 3. Voor de kwalificatie zit het allemaal goed. Hij draait niet meer mee. De 730. Kasper Langerhoy lijkt hierbij de eerste afvaller te zijn van deze 3069. Rob Noor, daar zit ook bij. DVO Haaksbergen zit goed. Dan even kijken in Loeren. Maar dan gaat de peloton ze toch even uit elkaar gerukt worden. Zit hij met 960 nog goed. Is het Brian Pens, hij gaat mee. En ook jawel, dat komt die aan de 136. De nummer 4. Ramon Pater. Voor hem geldt ook een halve finale. Het was nummer 12 jarige hier met de Pastrana hier on his way here to the first part. Man die uitkomt daar in zijn shoot van www.stophersentimoren.nl. Gaan we kijken wie daar nodig zijn. Gaan we kijken wie hier de laatste bocht van inbreien. 350, even kijken, is voor mij de plaat van Brommetje Extergaard. Extergaard voor de Pastrana. Pastrana second, en de third hebben we hier, denk ik, Amazoya. Amazoya gaat van Hassel, Scott Timmermans, Nico Elvis, Erwin Peter, Sander Klooster, Nico Eikelboom moet ik zeggen en Wesley. Heng voor DVO Haaksbergen. En het is daar één keer even kijken. Amazoni met Boy van Hansel, denk ik, die daar als laatste man is gekomen. Voor die daar aan de leiding gaat. Second spot voor onze lange man. Dat moet Nico Elvis zijn. In de achtervolging is het Erwin Peters daar voor Kazineveen op plaats nummer 3. Die lijkt dus volgens nog beter gaan naar die halve finale. En de naam ervoor, want ik ben in charge nou. Per spot is Nick Ekkelboom. Ekkelboom on his way. Maar die moet dan de 87 van zich afzien te houden. Even kijken. Of is dat de 2,79? Eens even kijken naar Sander Klooster. Sander Klooster op plaats nummer 5. Kevelhoff, zou het Kevelhoff kunnen zijn? Ik denk het wel. Kevelhoff op plaats nummer 4. Schijnbaar onbedreigd. Gaat hij ook aansluiten zometeen aan het halve finale stadhek. De tweede groep met Smit, Hoppel, Uiterweer, Buitenberg, Van Vos, Hilsberg en Erik van Essen. Hebben we hier de tweede groep met dit nummer 10 te pakken voor de tweede kwartfinale in de jongenscategorie van 11 jaar. En het is Uiterweer die hier nog dit met het beste van het slagveld heeft. Met afweer wel op plaats nummer 2, Mr. Sam Smit. Nog niet goed, maar hij gaat eruit. Een stokje voor steken. Ralta of is dat Apeldoorn? Apeldoorn die een plaatsje gaat opschuiven. Danny Kwarten. Kwarten gaat opschuiven naar plaats nummer 2. En dan komt de volgende aanval van links en van rechts op die vierde plaats. Die uitzicht heeft op een kwalificatie. Maar dan gaat Apeldoorn toch door naar plaats nummer 3. En komt Amazoya denk ik aanschuiven. Amazoya, Nielsen Hoppo. Ook voor hem zometeen. Dan komt dan op Jarek Sent. Is het niet de DVO Haaksbergen? Die zit nog 2 met 3-0-2. Jarek Sent. Maar daar aan de leiding is het de Vivo Crossen. De Appingedammer. Juri en Emmelkamp on his way to the semifinals. Also then, daar gaat hij ook de tweede man van DVO Haaksbergen aankomen. Met daar onze vriend uit Nijverdal, denk ik. En Nijverdal is benoemd van net die allemaal een halve finale gaan fietsen. Ja, we hebben de laatste 4 kwartfinales en dan gaan we een heel stuk leeftijd over jongens. 18 jaar en ouder. Kevin van der Linden Live heeft hier meteen in positie gevolgd door Plantik. Plantik is 1 en 2. Van der Linden, Plantik aan de kijker. Dan is deze kom mee. En dan is het de man nummer 81, is Kenneth Pinkster. Dat zijn de eerste die rijden zijn bekend en Hoogland geeft het op. Hij weet dat zijn kosten gezien is en hij